It's black and white, love. Come on, baby. Love. Come on, baby. Black and white. Just let me go, it's only right. For all I know, it's only matter. It's calico, it's black and white. Just let me go, it's only right. For all I know, it's only matter. It's calico, it's black and white. Free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Kijk, Marina Beren en Miranda en Marina zijn daar ook alweer bij. Goedenavond allemaal. Even laten weten dat we gaan beginnen.
We gaan starten. Discord zetten. Zo. Even de duimpjes omhoog voor Rutger. Yes. Inderdaad, allemaal even die duimpjes doen. Goedenavond. Kijk, hij is er ook weer bij. Kijk, nou allemaal duimpjes omhoog en even likejes geven. Even liken. Zou top zijn. Hé, hey, de markt blijft zakken. Kijk, zolang de markt niet qua structuur verandert op de lagere tijdframes, ja, dan moeten we naar beneden blijven kijken. Ja, te gek festival is voordat de vraag komt. Ja, we gaan even beginnen met de analyse, want dat is waar jullie op wachten. Hey, de markt die op dit moment zakt die wel naar een hele interessante koopzone. Hè? Ik heb dat al meerdere keren aangegeven. Kijk, deze zullen we eigenlijk helemaal door kunnen trekken naar hier. Hè? We kunnen wel zien, op het moment dat we in deze regio zitten, dat er heel veel gekocht wordt. Want iedere keer vanuit hier maken wij een flinke impuls naar boven. Vanuit hier, flinke impuls naar boven. Ja, zolang die geen druk opbouwt naar beneden, ja, verwacht ik eigenlijk dat dit ons wel gaat houden om weer een mogelijke impuls naar boven te faciliteren. Dus het is een belangrijk punt om die 28k vast te houden. Op dit moment zijn we daar nog niet, hè. We dalen nu best wel hard. We hebben eigenlijk alleen maar weken rood gehad. We zitten nu al op een correctie van 34%. Dat zijn correcties die we wel eens vaker zien, hè. Een beetje 30%. We zagen in de vorige boerens 40% was een beetje de normale. Dus en nu zien we ook in één keer een flinke correctie alweer van 40% vanuit hier. Of 35%. Echt vanaf de top alweer 55%. Ja, we zijn flinke correcties. En dat tikt wel aan in de portfolio. Maar dit, de regio waar we nu zitten, alles hier zo onder. Ik zou eens even de zwarte lijn op de low zetten. Kijk, alles in deze regio vind ik heel interessant om te kopen voor long term. Stijgen we vanuit hier namelijk alweer naar all-time high, is dat een plus van 120%. Ja, moet je nagaan hoe goed altcoins dat doen. Dus voor mij is dit zeker een hele interessante buying opportunity. En ik zie dit eigenlijk ook niet in één keer verliezen, tenzij er heel slecht nieuws komt. Je ziet, ik kan hem niet afkijken. Je kan altijd terugkijken als je dat wilt. Dus voor mij is dit een hele interessante zone om te kopen. Als we ook naar het grote plaatje kijken. Dit wil je alleen niet verliezen. Natuurlijk zit hier een imbalance candle. Dat hier zeker nog wel wat support ligt. En hieronder 20k. Maar eigenlijk wil je de 28k houden. Dat zou het mooiste scenario zijn. En er zou zeker wel wat liquiditeit onder die lows hier liggen. Die je mogelijk kan uitnemen. Maar voor nu, voor mij is het een hele interessante long-term buying opportunity. Ziet er gewoon heel goed uit. Kijk, iedereen die koopt in een push naar boven, waarom zouden mensen hier wel kopen? Ja, omdat ze verwachten dat hij vanuit hier al een bounce gaat maken. Dat klinkt altijd beter, hè? 40k klinkt beter dan 30k. Mensen willen daar wel kopen en nu niet. Want nu zit de angst in de markt, want nu denkt iedereen, ja, we gaan verder zakken. Ja, dat denkt de normale mens. Iedereen denkt van, ja, wat nou als we verder gaan zakken? Dus er zit heel veel angst in de markt. Dat kunnen we ook wel meekijken met de Fear and Greed Index. Hier zo, die staat nu op 11. En dat was vanaf gisteravond. En we zijn vandaag nog verder naar beneden gezakt. Inkoopmomenten geef ik zeker aan. En die hebben we van de week gedeeld. Hè. In het DD-portfolio geef ik aan dat Bitcoin kopen tussen de 34,6k en 28,8k. En dat is de weekly demand area. Dus vanaf hieronder, eigenlijk vanaf die low tot aan hierboven. Dat heb ik aangegeven. Dus voor mij is het zeker een koop. Ik zou nu wel, ja, wil ik hem echt delen, dan wil ik de 4 uur structuur veranderd zien hebben. Maar, ja zeker. We geven dat verder ook altijd aan. Zeker. Zeker. Voor long term zitten we nu in een hele interessante zone waar ik wel wil gaan kopen.
Dus voor nu vind ik, ja, ligt hier gewoon support. En ik denk niet dat we hier in één keer doorheen vallen, tenzij er heel slecht nieuws komt. Weekly structuur, ja, de grote swings zullen bullish blijven zolang we boven die 31k sluiten. 31,7k zien we hier een close, een weekly close onder. Dat is wel een bearish teken. Dat hebben we hier ook gedaan en toen, boom, bounce die omhoog. Misschien nu weer, weten we nog niet. Maar er zit zeker wel, we zagen ook vandaag heel veel liquidaties op de markt. Dat is ook zeker een dingetje om mee te nemen. We gaan even naar daily time frame, want hier zien we een flinke rode candle ook van vandaag. En die gaat zeker een keer stoppen, hè. We gaan niet alleen maar blijven dalen. De markt, kijk, er zit zoveel angst dat niemand durft te komen. Maar er komt altijd een keer die pullback naar boven of die bounce naar boven. Om mogelijk risico af te nemen van de markt. Kijk, een bounce naar boven, als we naar daily time frame kijken, is al gauw naar 37k. Daar is die startpunt van die daling begonnen. Dus zien we hier een bounce. Is het eerste level wat je gaat opzoeken. 37k. Voordat je mogelijk continuatie naar beneden gaat geven. Maar voordat we een bounce zien, moeten we natuurlijk structuurverandering zien op het lagere tijdframe. Op het daily timeframe, ja, zit die low echt daadwerkelijk hier. Hè? Dat zien we ook terug uit het verleden. Is die 30,7k. Een heel interessant level. Dus is nog niks aan de hand. Op het daily timeframe kunnen we lager komen. Kunnen we zelfs spikes zien naar beneden. Maar ik verwacht niet dat we veel verder onder die 31k gaan komen. Want hier ligt gewoon een hele interessante support. Hier ook toen we hierheen kwamen. Iedere keer werden we flink opgekocht dat we hier zaten. En ik denk dat we dat nog steeds, ja, dat we dat weer gaan doen. Dat we hier zo'n reversal krijgen. En sowieso een bounce omhoog maken. Wil je bullish worden op het daily timeframe? Ja, dan moet je echt het 37,8k level gaan gainen. Dan moet je daar boven gaan komen. En dan, ja, dan kan je mogelijk hoger kijken naar de 46k. Maar alles onder die 37,7 is nog steeds bearish. Ik wacht nog even op het signaal van ik ga nu inschakelen. Ik zou dat nog wel een keer delen voor jou. Is goed. Dat doen we. Dus ik vind dit sowieso een hele interessante koop waar we nu hangen. We gaan heel even, ja, het daily timeframe, alles onder de 37,8k is nog steeds bearish. Vanaf hier is het startpunt van de flinke daling begonnen, dus maken we een bounce hier is nog steeds bearish als we daaronder blijven. Willen we een bounce gaan maken, dan moeten we op het 4 uur tijdframe bullish gaan worden. Dan moeten we een bullish structuur gaan zetten. Dat doen we ook op het moment dat we een pullback krijgen. Ja, word je ook een keer bullish op het 4 uur tijdframe. We zien nou een flinke push naar beneden. Ja, die gaat een keer stoppen. We zien heel hoog volume. Komt heel veel liquidaties op de markt. Dus ik denk zeker dat de bodem in zicht is. Dat het hier mogelijk gaat gebeuren. Het volume is echt flink omhoog geschoten. Dus dat is wel goed. Hoog volume. Hier zien we dat het heel interessant is om de 30k op te zoeken. Want hier is die stijging gestart. Dus 4 uur tijd kunnen we de 30k nog aantikken. En dan mogelijk een bodemformatie zien. En er zal ook nog wel wat liquiditeit liggen onder die low hier zo. Ik denk niet dat we dat in één keer gaan opzoeken. Maar daar ligt wel liquiditeit. Dus voor mij is zeker de bodem in zicht. De Fear and Greed Index staat heel hoog. Of hij staat eigenlijk heel laag. Dat zeg ik verkeerd. Sluiten we hier vanavond, ja, dan staat hij zeker 10 of eronder. En in het verleden is dat altijd een teken van bodem geweest. Hier hebben we even die Fear and Greed Index. Als we die eens even op het grote plaatje pakken. Onder de 10 is die eigenlijk in 2019. 22 augustus 2019 is die op 5 geweest. En nooit lager. En als we dat gaan vertalen in de koers. Ik zet hem heel even op daily. 22 augustus 2019. Even kijken. Oh, dat was hier zo. Dat komt natuurlijk omdat we zo'n flinke stijging hadden gehad. Stonden we hier beneden. 22 augustus 2019. Hier zo. Is dat daadwerkelijk dat moment? Kan.
kwamen ook weer van heel hoog af. Is wel dat moment geweest. Ja. Heel vaak geeft het wel een teken van bodem aan. We gaan naar 28k en dan 20k. Is mijn uiterste voorspelling. Geeft wel heel veel kansen. Kijk, kan je op 20k bitcoin. Wie biedt hoger of lager? Kan je op 20k bitcoin kopen? Ja. Dit geeft natuurlijk veel meer rendement. Op het lange termijn. Want de markt van, als je op 20k staat, wat de market cap dan is om, om weer de prijs omhoog te pushen, is natuurlijk veel makkelijker te doen dan hoe hoger de prijs komt. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Iedere keer op die Fear and Greed Index, als die heel laag staat, hoeveel stond die hier? Toen hadden we een flinke push, 12 maart 2020. Hier zo. 12 maart 2020. Dat is net hiervoor. Hier, toen crashte hij in één keer naar beneden. Dat is van 11 maart. Ja, dat is natuurlijk een dagopname. Stond hij ook in één keer hier op 8 onder de 10. Daarna ging hij weer omhoog. Dus dan ging de koers ook weer omhoog, hè? Zie je ook. In de koers ook weer omhoog. Dat is, zijn gewoon tegen hoe meer angst er in de markt zit, hoe meer rendement je op je investering haalt. Dat is gewoon een feit wat iedere keer bewezen is. En dat is nu waarschijnlijk ook weer het verhaal. Dus ik vind het gewoon een hele interessante koop. Op het 4 uur tijdframe, ja, moet je iedere keer het punt van die daling winnen. Kijk, het uiterste wat je uiteindelijk echt wilt gaan gainen ligt hier zo op het 39k level. Maar daaronder zitten ook levels, hè. We hebben hier een leveltje liggen. Er zit hier nog een level. Nu heb je eerst het 34,3k level wat je moet gainen. En dan heb je alweer het 35,7. Zo kan je steeds een stukje omboven kijken op het moment dat je dat. Op het moment dat we daar boven komen. En dan kan je boven een bullish structuur neerzetten. Om die pullback wel te maken. Ook op het daily timeframe. We moeten nu wel bullish gaan worden een keer. Hè? We gaan niet alleen maar naar beneden. Kan bijna niet. Hier ook. We hebben een flinke push naar beneden. Even een onderbreking erdoor. Push naar beneden. Verdere continuatie naar beneden. Ik ben benieuwd hoe die gaat uitpakken. Ik verwacht wel bodemformatie hier. Ik ga eens even de RSI erbij pakken. Op het daily timeframe. Die komt ook in oversold. Zien we historisch gezien ook niet zo heel vaak. Iedere keer als we oversold waren, was de bodem vrijwel in zicht. Hier ook. Hier ging je rangen. Dus heeft de RSI weer tijd om op adem te komen toen we in oversold zaten hier zo. En daarna pusht die markt weer omhoog. Hier zaten we in oversold. Dat was hier zo. Pusht de markt ook weer even omhoog. En nu zitten we ook weer in oversold. Dus ik verwacht dat hier een bodemformatie komt om sowieso een pullback naar boven te geven. Eerste level waar ik hem wel naartoe verwacht is 37,8k. Krijg je zo'n verhaal zoals hier. Vindt hij ook vanaf 31 naar 40,5. Dus 37,8k zie ik zeker wel gebeuren vanaf hier. Dus gewoon een hele interessante koop. En na zo'n flinke push naar beneden verwacht ik ook weer mogelijk dat we in een range vallen. Dat zien we heel vaak. De grote partijen hebben altijd tijd nodig om in te kopen. En zien we eigenlijk na zo'n flinke push naar beneden dat we gaan rangen. Zoals we hier ook deden. Zijn we eigenlijk echt weken aan het rangen geweest. Hè? 22 mei hebben we heel de maand juni. En de halve maand juli. Dus heb je 2 maanden gehad dat je eigenlijk alleen maar zijwaarts ging. Slash een heel klein langzaam beetje naar beneden. Dus dat zou zeker nu ook kunnen gebeuren. Dat je een tijdje gaat rangen. Dat is zeker een mogelijkheid die ik voor ogen zie. Voor mij, ja, ik vind het alleen maar kans geven. Dit zijn kansen die je weinig krijgt. Voor long term echt gewoon kansen die je zelden krijgt dat de markt nog zo pullback geeft. Kom je hier nog onder? Ja, dat is echt zeldzaam. Dat zie ik niet zo heel snel gebeuren nog. Maar er zijn wel even levels die we ook dan aan gaan kaarten.
Hier zien we een kleine onderbreking. Dit vind ik het interessantste, level 23,7. Want anders dan kom je alweer veel verder naar beneden. Dat is een belangrijk level om vast te houden. Miranda zei 28k en dan 20k. Ja, er zit ook nog wel wat tussen, maar ja. Dat kan. Dat kan. Ik denk dat we nou zeker eerst een bounce naar boven gaan krijgen. Hebben jullie vragen over de Bitcoin chart? Stel ze maar. De monthly is waarschijnlijk ook weer flink naar beneden. Valt eigenlijk nog wel mee. Hier had je echt zo'n flinke candle naar beneden. Die hebben we nog niet. Hier had je hem ook op het moment dat je een level verliest. Hè? Zo'n flinke push naar beneden. Hier ligt vorige all-time high. Daar ligt trouwens die weekly level ook. Hier zo. Op die all-time high. Tegen die all-time high aan. Wat denken jullie? Ik denk ze. Zelf. Vind ik het heel interessant. Ik denk. Bodemformatie rond het niveau waar we nu zitten. Heel veel mensen die long zijn gegaan zijn uitgestopt. De alerts zijn helemaal door het dak heen gegaan. Kunnen we het thuis wel laten zien. Even kijken. Ja, die bot alert. Die is helemaal door het dak heen gegaan vandaag. Hier hebben we een Bitmax sniper. Hier, die heeft vandaag flink wat meldingjes gegeven. We hebben er volgens mij nog wel eentje. Nee. Ik heb alleen deze. Maar maakt niet uit. Er zijn heel veel liquidaties geweest op de markt. Heel erg veel. Zagen we in deze ook, hè? In zo die spike hier naar beneden. Ook heel veel liquidaties. Ik vind het altijd wel leuk dat... op het moment dat de markt zo naar beneden pusht, dan roept iedereen hele lage getallen. Hè? Van ja, we gaan naar 20k. Dat wil je ook. Het sentiment die verandert zo naar bearish. Dus op het moment dat je pusht, naar beneden pusht. En nu durft niemand te kopen, want iedereen roept van we gaan lager. En dat zijn vaak de momenten dat je een bodemformatie krijgt. En dat roept nu iedereen ook. Van we gaan lager. Dus ik denk zeker dat een bodemformatie in deze regio er nu in zit. Kan zijn dat we in de toekomst naartoe gaan. Hè? Maar op het moment dat iedereen zo bearish is. Dan zie ik eerst een bounce omhoog gebeuren. Dus ik ben benieuwd. 4 uur tijdframe vind ik het altijd wel interessant om een trendlijntje naar beneden te tekenen. Maar we zijn zo hard gegaan dat je eigenlijk geen mooie highs creëert. Zie je dan? Dan zou je in eerste instantie dit hebben. Dat ziet er gewoon niet uit. Zoals even die stippellijn weghalen. En gewoon een lijn tekenen. Je gaat zo hard naar beneden dat je eigenlijk weinig structuur erin hebt. Je wil dat eigenlijk in... kijk hier zo bijvoorbeeld. Heb je allemaal highs waar je hem op kan zetten. Als je hem dan breekt, dan zie je in één keer die bounce omhoog. Zoiets zou je ook willen doen. Maar we gaan best wel echt hard naar beneden. Dus ik denk zeker dat er een bodemformatie in zit. Hier bijvoorbeeld ook keihard naar beneden. En dan heb je ook een bodemformatie. Dan bounce je weer helemaal op naar 45. Beetje laat, maar ben er. Goed dat je er nog even bij bent. Dus voor mij, hele onderste zone is koopzone nu. Voor long term. We gaan eteren, of we gaan Bitcoin dominantie doen. Zou die aan het stijgen zijn? Hij gaat een beetje zijwaarts. Bitcoin dominantie maakt een flinke push naar beneden. Bitcoin ging ook naar beneden en nu gaat hij best wel hard naar beneden. En zien we eigenlijk een stagnatie in hoe ver die nog aan het dalen is. Eerlijk gezegd zagen we in de vorige correcties eigenlijk iedere keer als Bitcoin zo hard naar beneden ging, zagen we een stijging in de dominantie. We zien hier best wel hard naar beneden. We hangen hier even stil, dus ik denk zeker dat we weer een klein stukje gaan stijgen hiermee. Dat gunstig is voor Bitcoin.
eigenlijk raar dat hij zijwaarts gaat. Ik had meer verwacht dat hij nu echt een clean move naar boven maakt. Kan gunstig... Ja, het is een beetje afwachten. Kan mogelijk gunstig zijn voor altcoins. Dat die dan toch nog een kleine rally maken dadelijk als Bitcoin tot rust komt. Omdat die dominantie zo aan het dalen is. En die zit ook weer in een downtrend is die gekomen. Misschien dat je zoiets kan maken nu. Dat je heel eventjes choppy op en neer gaat en dan naar beneden valt. Ik vind hem niet eruit zien van we gaan stijgen. En ik... Ja. Als hij dat nu niet wilt, dan moet je dus nog waarschijnlijk lager gaan. Wil je Bitcoin dominantie laten stijgen. Is een situatie die ik niet per se had verwacht. Ik had meer verwacht dat hij hem vanuit hier omhoog zou pushen als Bitcoin zo aan het dalen is. Ik wil op de weekly ook kijken. Zie je nog steeds die lows worden steeds lager, hè? En die highs worden steeds lager. En die lows worden de hele tijd hetzelfde level opgezocht. En deze bearish candle, die van vorige week, die is echt bearish gesloten. Want hij neemt zijn vorige body helemaal uit. Dus het is een engulfing candle. Wat continuatie naar beneden aangeeft. Als we naar het hogere tijdframe kijken, geeft hij dus continuatie naar beneden aan. Wil je echt weer terugvallen naar levels zoals hier, dan moet je het 41,2k 2% level verliezen hier. En dan zie ik verder de continuatie naar beneden wel zitten, maar hij is nu een beetje choppy aan het bewegen. Hier zie je ook als je hieronder valt, zit er heel weinig tussen. Dan kan je echt, hier, als je zelfs op dit tijdframe kijkt, jij hebt hier een leveltje zitten en anders ga je weer helemaal naar het startpunt van de stijging. Ik ben meer bearish eigenlijk op de dominantie. Rutger vraagt, stel dat je 1k hebt te besteden, hoe maak jij onderverdeling en wat zou jij dan aankopen? Dat weet jij. Ik heb de laatste percentage gewijs mijn portfolio weer gedeeld. Ik heb wat minder coins gepakt. Ik heb dus een x-aantal coins verkocht. Niet meer in mijn portfolio. En ik heb daar een kleiner aantal coins voor gekocht. En ook per percentage. Hoeveel ik aan Bitcoin zit er zeker in. Hè? En Ethereum. Hoeveel procent ik aan Bitcoin heb gekocht en Ethereum. Kan jij daar gewoon in zien. En dat hanteer ik dan ook voor mijn aankopen. Nu ben ik zeker van plan om voor long term weer bij te kopen. Dus... is het zeker voor mij, hanteer ik gewoon hetzelfde. Als ik dan 1k heb, dan doe ik hetzelfde percentage aan Bitcoin wat ik in mijn portfolio wil hanteren op dit moment. Dus niet dat ik alleen Bitcoin koop. Kijk, goede projecten staan nu ook laag. En die kunnen mogelijk meer gainen dan Bitcoin. Of in ieder geval, die gaan waarschijnlijk ook weer gainen. Ik verwacht ook weer all-time highs van de komende jaar. Dus dat zijn ook gewoon projecten die ik nu aankoop. Dus dan weet jij hoe ik die onderverdeling heb. Ik ben trouwens bezig geweest met de staking. Vandaag was ik druk. Ik was de hele dag onderweg. Tenminste onderweg. Overal. Ik had allemaal gesprekken en zo. Wel onderweg. Overal heen gegaan. Maar ik verwacht morgen dat ik dat ga delen. Ook om stablecoin te staken. Dus heel interessant. Je kon volgens mij 19,5% krijgen op de staking van de stablecoin. Heel interessant om ook mee bezig te zijn. Zijn voor mensen die dat fijner vinden, hè, stablecoin staken. Ik zelf niet. Ik zelf staak meer. Eigenlijk staak ik helemaal geen stablecoin. Maar het kan wel interessant zijn voor degene die dat willen. Dus dat deel ik wel. Wie doet er überhaupt aan staken? Wie heeft de staking aanstaan? Of heeft bepaalde coins in de staking gezet. Voor long term. Ik heb er nu ook eentje gedeeld. Voor long term is nog een klein project. Maar ik verwacht de komende maanden sowieso dat de DeFi. Dus Decentralized Finance. Dat heel die wereld. Dat we daar meer adoptie in zien. Ook wat er allemaal gaande is met banken en zo. Dat heel die business wordt straks naar verwacht. Wat ik verwacht is booming. Dus dat daar echt de hype naartoe gaat. Wat je nu de hype afgelopen jaar heel veel zag op de
op de NFT's ook. En de metaverse. Verwacht ik dat we dat gaan overstappen naar de, DeFi kant. En dan ja, wil ik natuurlijk nu al klaar zijn voor zo'n stijging. Daarom heb ik meer coins richting die kant al gepakt. Er zijn hele interessante projecten. Ook dingen waar ik later van gebruik van ga maken. Eentje die ik heb onderzocht. Bijvoorbeeld de grootste markt is op dit moment het future traden. Dus met leverage. Dat is de grootste markt. En dat is onder andere de allergrootste markt waar je op treedt is de forex markt. Die hebben een omzet dat is niet normaal. Dat gaat over triljoenen per dag. Dus dat zien we in de crypto ook. Hè, dat hele booming is om met leverage een positie te openen. Daarvoor zijn al die worden die grote posities geliquideerd en zo. Dus dat is zeker iets waar ik mee bezig ben in de DeFi wereld. Want dat kan natuurlijk ook op een DeFi manier wel. Daar heb je Vault voor nodig als je niet weet wat dan is. Dat zijn. Ik heb dat allemaal uitgelegd in de coin waar ik... Ik heb twee coins waar ik in investeer op een DeFi manier. Die dat ter beschikking stelt. En waarom wil ik dat op DeFi? Dan heb je je eigen funds in handen. Dus je eigen assets beheer je zelf. Die staan niet op een central exchange. Want Bybit, Binance, al die exchanges zijn central exchanges. Dus het is niet van jou. Oh, hier zie je nog een trade van mij. Je had kan alertjes staan. Dit zijn de levels die je hier in de kaart ziet. Dit is de daily demand die we nu opzoeken. Daar ben ik wel geïnteresseerd. Ook mogelijk naar een long positie. Zeker eentje die ik erin zou zetten. En ik zie ons mogelijk nog onder de 30k komen. Omdat daar de 4 uur demand ook ligt. Maar ik ben daar heel erg mee bezig geweest de afgelopen weken. Want de DeFi wereld ontwikkelt zich... Heel snel, in een rap tempo komen er heel veel interessante dingen bij. En waar ik nu ook nog mee bezig ben is op de DeFi manier. Kijk, op een central exchange kan jij een coin, omdat de exchange heeft al die coins, die kan jij via hun platform kan je die omwisselen voor elkaar. Maar ben je gedecentraliseerd, dat zijn ook wel een DEX, decentralized exchange, die... is het veel lastiger om een coin van een andere chain om te wisselen. Dus als je bijvoorbeeld een coin hebt die op het Ethereum is gemaakt, die wil je swappen met eentje op de Binance chain, dan gaat dat niet, want die chains zijn niet aan elkaar verbonden. En dat heb je te maken met central exchanges. Of met decentralized exchanges. Hoe moet dat dan? Ja, en daar hebben ze nu wel de oplossingen zijn ervoor. Maar nu moet de communicatie tussen die chains moet nog beter gaan worden. Enigste dingetje is, de oplossing is er. Dit wordt heel hard aangewerkt. Alleen die mensen die dat bouwen, die hebben op dit moment niet een token waarin je kunt investeren. Dat is wel jammer, maar ik verwacht wel dat die er komt. Want daar zijn ze wel mee bezig. Uiteindelijk willen hun natuurlijk ook uiteindelijk kunnen hun daar ook een zakcentje aan verdienen. Op die manier. Natuurlijk moeten de tokenomics wel goed zijn. Niet dat ze even weglopen met het geld. Uiteraard, waar je in investeert. Maar het is wel zeker iets waar ik mee rekening mee houd. Werner, wat is er aan de hand met Luna? Was altijd sterk, maar nu 30% gezakt in één dag. Dat had te maken met verschillende dingen bij Luna. Luna had een of andere hack weer. Dat is al de tweede keer volgens mij. Met de stablecoin. En er was een heel groot aantal stablecoins waren... uit de staking gehaald en die waren verkocht. En Luna heeft een mechanisme om die stablecoin op een bepaalde waarde te houden. Dan verkopen ze weer een gedeelte Luna. En daarom is die prijs zo hard gezakt. Dat kan ik mogelijk wel laten zien wat er aan de hand was. Let op. En misschien zelfs in het Nederlands. Even kijken. Luna... Ik denk dat het hier zo was. Even kijken. Hier lees ik iets aan dat Luna Bitcoin wilde uitlenen om een stablecoin te verdedigen.
Dat is ook vandaag in het nieuws gekomen. Hier kunnen we... Hier hebben we trouwens de tweet. Ik zag dat, dat het op Twitter stond, dus ik heb het gewoon even erbij gepakt. Even kijken. 9 mei. Wat hebben ze gedeeld? En dit is de collectie, hier begint het mee. 1. Over the past several days, market volatility across crypto assets has been significant. The market turmoil is also reflected by the past weeks and certain macro conditions across legacy asset classes. Ja. Voor degenen die geen Engels kunnen, zou ik het even uitleggen. De afgelopen dagen is de markt heel erg volatiel, hè. En dat komt, zeggen hun, dat klopt ook, door de macro-economie. Dus wat er allemaal gebeurt in de wereld. Heeft dus te maken ook met wat Rusland allemaal vandaag bekend wilde gaan maken, bla bla bla. Weet je wel, dat heel de macro-economie. Hier zeggen ze, als puntje 2. Gerelateerd aan Terra. Terra is Luna, hè. Luna noemen ze Terra. En UST, dat is dan die Terra stablecoin. Kijk, die hebben... Ja, de Luna die ondervindt van een stablecoin dat er meer... Ja, er is een... Ik denk dat er meer UST is te verkocht. En dat zorgt voor volatiliteit bij Luna en zowel als bij Bitcoin. Want Luna heeft wel een heel interessant mechanisme bedacht om die stablecoin een bepaalde... Om hem stabiel te houden. Alleen dat maakt wel weer Luna en in dit geval ook Bitcoin volatiel. Omdat hun hebben natuurlijk ook in Bitcoin geïnvesteerd om de stablecoin meer stabiel te maken. Kijken we als LFG ook. Dat is de Luna... Foundation Card. Dat is natuurlijk de afkorting van hunzelf. Ik hoef het net niet op te zoeken, ik had het al bedacht. De Luna Foundation Card, dat is LFG's. Mandate, de LFG will proactively defend the stability of the USA back and grow the terror economy. Ja, hun willen dus de UST. Ze willen dat die stabiel blijft, dat ze dat... Ze willen dat verdedigen eigenlijk. En wat heeft Luna daar nou op bedacht? Dat is wat ze hier zeggen. Ze willen een 750 miljoen lening. Aan 750 miljoen waarde aan Bitcoin. To OTC. Over-the-counter trading. Oh ja, OTC, dat is over-the-counter trading. Dat is dus niet via een exchange. Dus dat gaat direct tussen een partij die dat wilt lenen. En dat doen ze om de UST weer te beschermen. Oh, en ze willen meer bitcoin gaan kopen door 750 miljoen aan de stablecoin weer uit te lenen. Dat is wel interessant, maar het is wel weer heel veel informatie voor degene die dit niet snappen. Wie kent überhaupt niet wat Luna eigenlijk doet? Luna is er zeker eentje in mijn portfolio. Is zeker eentje die ik ook vasthoud voor long term, zie ik daar heel veel kans in. Wie weet niet wat Luna doet, want ik heb daar wel een samenvatting van. Even kijken.
Ik heb hier een hele makkelijke uitleg voor wat Luna doet. Alle coins in mijn portfolio heb ik een samenvatting van gemaakt. Wat Luna nou doet en waarom ik investeer in Luna. Hier zien we bijvoorbeeld, aangezien Luna wordt verbrand wanneer nieuwe stablecoins worden gepusht, is er een vermindering van het aanbod. Wat in theorie de prijs helpt te stijgen. Dus hoe meer UST er wordt gekocht, hoe hoger de prijs van Luna waarschijnlijk wordt. En dat is nu dus het probleem. Er is UST verkocht. En daarom zien we die daling zo hard. Dat had ik al wel gelezen. Deze krijgen we trouwens van mijn cadeau. Maar voor degene, de meesten weten wel dat Luna in mijn portfolio zit. Ja, we gaan verder. Heb je nog vragen? Bitcoin zit nu op 30,5. Mogen dat we eventjes onder 30k gaan? 29,9k zie ik als 4 uur demand. En als dan de structuur verandert nog lager, dan ga ik op het 1 uur tijdframe kijken. Als we de structuur nu zien veranderen, ben ik wel geïnteresseerd in een mogelijke long positie. Maar dat zien we nog niet. Dan moet echt de structuur veranderen. En dan kunnen we mogelijk weer, ja, 32k, 34k, kunnen we naar boven kijken. Voorzichtig naar boven kijken. Er moeten levels gecaind worden. We gaan Bybit weghalen. We gaan even weer naar de Binance chart. Daar kunnen we ook wel even die levels. Die had ik al wel geïnteresseerd in. Hier zo heb je de 31. Tot aan 29. 3. En dan heb je 4 uur demand ligt onderin. Dus mogelijk heel even onder die 30k. Zie ik mogelijk wel gebeuren. En dan verwacht ik eigenlijk wel een bodem te creëren. We gaan Ethereum doen. Voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Dat gaan we ook even doen. Ik heb trouwens hier gewoon... Oeps, pak ik deze. Nou, wat zien we hier op Ethereum? Ik had hier een lijn neergezet. We hadden deze verloren. Hier moesten we boven komen. Om mogelijk weer de high te gaan testen. Zijn we niet meer boven gekomen. We zien continuatie naar beneden. Hier ligt je daily demand. We zien hier ook weer Wix in. Hè? Werden even opgekocht, werden opgekocht, werden opgekocht. En nou trekt Bitcoin hem mee naar beneden. Jammer. Maar hier is dus wel de realiteit. Het weekly timeframe van Ethereum. Ik begin altijd op de hogere tijdframes. Is een hele interessante buying zone ligt hier zo. En ik had die hier ook al een keer opgegeven. En daar hebben wij van geprofiteerd. De members. En die pushten direct naar boven. En dit is gewoon een hele belangrijke support voor Ethereum. En ik verwacht eigenlijk niet dat we dit gaan verliezen. Op dit moment zeker niet. Dus dat vind ik zeker een hele interessante zone. Dus dit is voor mij een buying opportunity voor Ethereum. Wil je ook qua structuur vasthouden? Hier is je startpunt van je stijging. Brengt je naar helemaal naar de all-time high toe. En nu gaan we dat terugtesten. Je wilt niet die druk opbouwen naar beneden. Dus je wilt niet dit zien. Als je dat gaat doen, dan moeten we heel voorzichtig worden. Want dan zie je het uit het verleden. Hebben we dat ook wel eens gedaan. Hè? Dat we druk opbouwden naar beneden. Zoals hier zo. Dan bouw je druk op naar beneden. Dat wil je niet. En dan blijf je heel even hangen hier. En dan push je naar beneden. Dat wil je dus niet. Dat willen we vermijden. Maar dat hoeven we nog niet. Hè? Dat duurt altijd weken voordat je die druk opbouwt. Dus ik verwacht zeker niet dat we zowel Bitcoin als Ethereum niet zomaar die weekly demand te verliezen. We gaan daily timeframe bekijken. Daily timeframe zien we eigenlijk waar die zwarte lijn staat. Nog steeds hetzelfde level. Hebben we verloren? Is die push naar beneden begonnen? Moeten we dus nu ook weer boven komen om überhaupt mogelijk bullish te gaan worden? Heel veel meer zien we hier niet op. We kunnen wel spreken dat hier nog steeds een daily demand area ligt. Maar niet de belangrijkste. Zoals bij Bitcoin ligt die ook helemaal onderin de weekly demand area. En eigenlijk voor Ethereum ook. Ik zeg niet dat we naar 1800 gaan. Als ik naar het weekly timeframe kijk. Zit het er mogelijk wel in? Dat gaat de weekly close. We zitten net hierboven geclosed. Deze week wordt voor Ethereum wel een belangrijke. Want we zien de weekly close net hierop. Kunnen we hier nog boven sluiten voor Ethereum? Dan hoeven we mogelijk hier niet helemaal onderin te komen. Maar sluiten we aankomende zondagavond hieronder, dan zit het er mogelijk in dat we weer die lows gaan opzoeken hier. Dan kunnen we continuatie naar beneden zien. Dan vind ik de 1800 level interessant. Zelfs als richting all-time high hier zo. Dus 1945.
Ligt net aan hoe je het lijntje neerzet. Ik weet niet waarom. Ah, dan moet ik hier zo. Tuk. Zo. $1933. Dus sluit Ethereum onder de 2515. Aankomende zondag. Dan verwacht ik eigenlijk een verdere continuatie naar beneden. Op het weekly timeframe. Weekly timeframe naar 1933. En een hele interessante buying zone vind ik hier helemaal onderin. Natuurlijk, hoe lager in de buying zone, hoe meer rendement je zou kunnen maken als je een push omhoog geeft. Maar vind ik ook zeker een heel interessant level op het daily timeframe. 4 uur tijdframe willen we, net zoals Bitcoin, moet die push naar beneden gewoon gebroken worden. We zien een grote continuatie naar beneden. Het eerste level wat hij moet gaan winnen is de $2515. Anders moeten we nog steeds, ja, zien we continuatie naar beneden. We zitten nu ook onder onze low hier. We hebben er hier nog eentje. 2161. En hij is heel erg gerelateerd aan Bitcoin nu. We zijn sowieso heel erg afhankelijk van Bitcoin. Hebben jullie verder nog vragen? Hebben jullie verder nog een project van, hey, kan je daar eens naar kijken? Roep toe me. Kijk, die Bitmax Rocks. Er worden weer heel veel liquidaties gedaan op de markt. Of willen jullie ergens een mening van mij? Of zeg maar. Ja, hoe ik nu in de markt sta, ik vind het gewoon een hele interessante koopzone nu. Dat is gewoon een feit. Ik weet, zullen we dit verliezen? Ik verwacht niet dat we dit in één keer verliezen. Ik vind dit een hele erg sterke support. Willen we dit verliezen, moet er gewoon druk op worden gebouwd. Dan willen we dit, boom, naar beneden. Dan moeten we zoiets zien. En dan heb je weer weken de tijd om risico af te nemen. Dat is altijd zo geweest. Dus ik verwacht eigenlijk ook niet dat we in één keer het verliezen. Zoals dit hier. Dit is wat ik bedoel. Je hebt altijd weken de tijd bij Bitcoin eigenlijk om risico af te nemen voordat je echt zo'n flinke crash ziet. En dat zie ik dus nu nog niet zo snel gebeuren. Ik hoor wel dat er goede muziek op staat. Ik heb de muziek heel zachtjes aanstaan op de speakers. Maar ik wil even Bitstamp erbij pakken. En ik zie dat EOS wordt aangebracht. Bitstamp heeft wat meer info terug. Oh ja, wie allemaal denkt van wat voor lijntjes heeft die jongen er nou weer op gezet. Dat zijn dat deze lijntjes erop gezet. Iedere keer op de helft van de Bitcoin halving. Daar zaten we 2 weken geleden of zo, heb ik dat gedeeld. Iedere keer na die rode lijn zagen we eigenlijk niet zo'n verdere continuatie. Maar wat ik hiermee wilde vertellen is alles na de rode lijn, alles wat we hierna investeren, is altijd het meeste, heeft altijd het meeste rendement opgeleverd. Dus voor long term maakt het niet uit of je nu hier koopt. Ja, weet je, alles hierna, na die rode lijn, was altijd de beste investering. Hier ook. Hier zagen we een hele kleine daling nog. Nu zien we de rode lijn, zijn we aan het dalen. Dus het is geen zekerheid dat we de weekly demand verliezen. Dat is een dingetje. Het is nooit zeker dat je lager gaat. Dus ik vind het altijd, ik spreid altijd mijn inkopen. Dat is zeker gebleken dat het altijd de beste keuze is om te spreiden. Dus nu alles na die rode lijn is voor long term. Dus heeft heel veel rendement opgeleverd. Gemiddelde inkoop. Kijk, pak je ongeveer de helft. Had je een gemiddelde inkoop van 6800 gehad. En ging je naar een top van 60. Was je bijna keer 10 geweest. Dus ja, dat zou mogelijk weer het scenario kunnen zijn. Naar keer 10. Natuurlijk, de cycles worden wat korter. Tenminste, de percentages dat we stijgen, dat wordt wat minder. Dus een keer 10 wordt misschien nu een keer 8. Je weet het nog niet. Daar gaan we naar kijken. Maar vind ik zeker, dit is zeker iets wat ik meeneem. Wat ik ook gedeeld heb in mijn analyse. Ik weet niet waarom ik die rode lijn heb weggehaald. Zo. Dus alles naar die rode lijn gaf altijd heel veel rendement als je dat, als je daarna investeert. EOS. Wie heeft er ook allemaal EOS? Ik niet. Ik heb geen EOS. EOS hebben wij gechart met de chartverzoeken volgens mij van deze week. Even kijken.
De chartbezoeken die ik afgelopen week heb gedaan staan hier zo. Hebben we daar EOS gehad? Nee, ik had geen EOS gedaan. Maar die hebben we een paar weken geleden. Vorige week kan ook. Niet de afgelopen week, maar die week daarvoor. Ik doe die, wordt wel vaker aangebracht. We gaan eens even kijken. Wie heeft er allemaal EOS? Wel een interessant project, maar ik heb hem niet. We zien hier, heb ik deze lijn neergezet, is waarschijnlijk een daily demand. En daar zitten we nog net aan in. En hier ligt nog een wick naar onder. En dat zou dan nog een level... Ah, het is een 4 uur demand. We zien hieronder is EOS eigenlijk niet, nagenoeg niet geweest, hè? Dus dat wordt Discovery Zone. Dat is dus heel lastig te bepalen waar gaat dat uitkomen. Heel even kijken of we mogelijk een chart hebben die meer. Heeft Bitfinex misschien meer? Weet ik niet. Nee, zeker niet. Oh, wel. Hier, Bitfinex heeft meer. Die sale is in 2017. Helemaal gaat die terug naar het startpunt van de stijging hier zo. Kijk, dan als we naar weekly timeframe gaan, zie ik dat daar nog een interessant level tussen ligt. Hier zo. Kijk, dan hebben we iets meer data en dan kunnen we wat beter levels bepalen. Als we puur naar EOS kijken, naar het, echt het weekly timeframe, is natuurlijk zien we dat hier een support ligt. Maar de startpunt van de stijging, er zit één hapering in. Dus dit is een hele interessante buying zone voor EOS. En dan echt de startpunt van de stijging. Natuurlijk, daar wil je het liefst niet komen. Want heel veel hieronder is echt niks meer voor EOS. Maar wat ik wel wil aangeven, als die hierheen gaat, $1.21, is voor long term echt een hele interessante buy zone. Dat is gewoon een hele sterke support als die daar komt. Maar ja, op dit moment houdt hij ook nog zijn lows vast. Weekly timeframe ligt hier je low en wil je eigenlijk niet ondersluiten. Dus dan moet hij nu een stijging gaan zien. We gaan de daily timeframe nog even bekijken. Zien we zelfs dat we hier wel onder zijn gesloten. Maar wil je hem eigenlijk ook niet verliezen. Dat level, ik ga hem heel even iets omlaag trekken, ligt eigenlijk hier zo. Willen we niet onder de $1.76 sluiten, want dat geeft mogelijk continuatie naar beneden. Dus willen we nu eigenlijk ook een bodem gaan zien. Anders ziet het er voor EOS ook wat minder uit. Hier zien we hem ook precies netjes. Hier mooi. Dus ja, we willen eigenlijk hier niet ondersluiten onder die zwarte lijn. Dat is $1.76. Daar willen we niet ondersluiten, anders gaan we echt, ja, kijk ik naar het $1.21. Verder vragen. Hebben jullie misschien vragen over een project of iets in die richting? Ik ben trouwens wel benieuwd naar de on-chain data nog van Bitcoin. We gaan heel even Glassnode openen. In tijden van paniek, hè, dat zijn altijd wel de beste tijden om te investeren. Ondanks dat er heel veel angst is, hè, mensen durven vaak niet investeren als een markt zakt. Maar rood is kopen en groen is verkopen, dat is het wel. Dus zie je zo'n markt zo zakken, ik zou natuurlijk niet al het geld boem in één keer erop zetten. Ik koop dan in stukjes bij, hè, nooit alles in één keer erop gooien. Maar ja, als hij zo rood is zoals vandaag, is het zeker wel voor mij een hele interessante buy. Oh ja, even inloggen. Oh, ik klik. Ja, login. Tada. Verder nog vragen? Favorite exchange balance. Gaat de balans op de exchanges nog steeds naar beneden? Dat is de vraag. Soms zien we paniek. Ik zou eens vanaf 2019, dus de afgelopen 3 jaar. Boom. En we zien nu een stagnatie, hè? Ondanks dat Bitcoin aan het zakken is, zien we nu een hele kleine push naar boven. Dat is toch paniek, hè? We zagen heel veel kleine wallets de afgelopen week, misschien eigenlijk wel maanden, zagen we de kleine wallets heel erg stijgen. En dat zijn ook, dat is retail en in retail zit er heel snel paniek. Hier ook 0,1, we zien hier ook een kleine hik nu, hè? 0,01 zien we zelfs plat. Dus we gaan zelfs echt zijwaarts. En dat komt gewoon, dat zijn de mensen met het meest paniek eigenlijk. En dit, ja, dat zijn dan ook de mensen die het eerste stoppen met kopen en gaan verkopen.
Graag gedaan, Beren. Dus hier zien we ook al boven de 1. Zien we ook een kleine hik. Ja, en hele grote wallet zagen we sowieso eigenlijk niet meer. Geen stijging in. Hier zagen we eventjes een stijging. En nu wordt we, ja, zakt hij ook wel ietsjes boven de 100. Ik verwacht dat de hele grote wallets nu wel gaan beginnen met bijkopen. En dat zullen we dan begin ja, deze week en volgende week zullen we hier dus mogelijk een stijging in gaan zien. Hier gingen we vooral vlak. Ik verwacht ook, het volume moet ook weer omhoog. Dus het handelsvolume op de markt moet ook weer omhoog. Dat kunnen we heel groot op het grote plaatje het beste zien. Handelsvolume. Kijk, hieronder zie je het handelsvolume. En toen de markt zo aan het zakken was, hier zien we heel hoog volume. Hè? En zagen we de grote wallets bijkopen. En die stijging zagen we ook heel mooi hoog volume. Maar na die dip hier zo, dus heel die push naar boven, is het volume altijd heel laag gebleven. En nu wil je eigenlijk weer zien dat we hier gaan rangen. Dus mogelijk ja, zoiets zien met hoger volume. Dus een stijgende volume. Dat is het liefste wat je ziet, want dan weet je, hé, de grote partijen zijn weer aan het kopen, want die gaan meer handelsvolume geven dan de retail. Dat is wat we wel willen zien. Hebben jullie verder nog een vraag? Anders gaan we de livestream beëindigen. Kijk, Will Alert. Die gaat ook, maakt ook overuren. Dat is een heel, oh, dat is een heel hele grote bedragen Bitcoin. De ene gaat, de meeste gaan naar exchanges toe. Slecht teken. Oh, daar wou ik niet heen. Daar wou ik ook niet heen. Ik wou dit intikken. Heb je nog vragen? Ik ben dus wel eens benieuwd naar de coin die ik vorige week heb gedeeld. Dit was een project waar ik wist dat er nieuws kwam. En dat dat nieuws positief zou zijn. En die heb ik daarvoor al gedeeld. Dat is ja, onderzoek doen, volgen. En die coin kan zelfs in de plus staan. Dat weet ik niet zeker. Ga ik nu kijken. Hij zit nu net op inkoop. Dat is wel jammer. Wel interessant, want ik ben zeker bullish op dat hele project. Voor long term, dat is weer op een DeFi. Dit is geen future. Wat ik in het begin zei, leverage traden. Dat zijn twee projecten waar ik investeer in. Beide op een andere manier. Maar deze is heel interessant om te staken. Want je krijgt een, op dit moment is de als je hem staakt, krijg je voor iets meer dan 100% rente op per jaar. Dat is dus zeker interessant voor long term om te doen. En ik denk ook zeker dat die in waarde gaat stijgen. Terra USD is zelfs minder waard dan de dollar. Dat is waarom Luna echt zo zakt. Omdat die, ze kunnen die stabiliteit op dit moment. Hier zien we het bijvoorbeeld. Eén dag, boom, in één keer naar beneden. En dat is waarom Luna nu zo hard naar beneden gaat. Omdat dit moet gelijk zijn aan de dollar. Daar heeft hij nu eventjes een kleine hik in. Dus dat moet wel gaan stabiel gaan zijn. Ik zie geen vragen binnenkomen. We gaan de livestream beëindigen. Ik vind Luna wel een heel goed project. Dit is, geeft heel veel kansen dat Luna zo aan het dalen is. Oeh, veel ingeleverd. Kansen,
Kijk, tijden van paniek zoals dit zijn gewoon hele interessante buying opportunities. Ondanks die zo laag staat, vind ik het nog steeds een goed project en denk wel dat het gaat herstellen. Het is alleen maar beter, hè, dat die zo goed getest wordt. Ja, we gaan de livestream eindigen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Als er vragen zijn, stel ze in de chat. Tag mij als je me nodig hebt, dan komt dat helemaal goed. En verder, hou het rustig. Wacht op jouw signaal voor inkoop. Ja, die weet je eigenlijk. 31k zit wel onder, 30k. Deze hele regio waar we nu zitten, we zien zelfs nu die bounce-up, de 30.7. Nu is, vind ik eigenlijk een hele interessante zone. We kunnen nog een klein stukje verder gaan. Voor nu is dit gewoon, alles wat hier laag staat zoals nu, is heel interessant om te kopen. Dus. Bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende livestream. Deze zou vrijdag zijn. En bij vragen, tag mij als je mij nodig hebt. En dan beantwoord ik die altijd. Voor nu een fijne avond en ik zie jullie graag de volgende keer. Later. Ciao, ciao.